Wat we nu gaan doen is de micronaald op mijn onderarm aanbrengen. Een van de start-ups die aan de rand van de afgrond staat is MyLife Technologies. In dit laboratorium werken ze aan een compleet nieuwe manier om medicijnen toe te dienen. En daarmee is die aangebracht. De medicijnen worden in de onderhuid afgegeven. En dat geeft bijvoorbeeld het voordeel dat je 3 tot 10 keer minder vaccin nodig hebt dan bij een gewone injectie onder de huid of in de spieren. En daarmee kunnen ze bijvoorbeeld eerste lijns professionals veel sneller behandelen met bijvoorbeeld een vaccin tegen corona. En ook veel andere start-ups zijn bezig met belangrijk onderzoek, maar dreigen door de coronacrisis hun financiering niet meer rond te krijgen. Die financiering die was bijna rond, vlak voordat Mark Rutte zijn eerste toespraak gaf. Toen had ik alle investeerders aan boord. En direct na die toespraak trokken 2 van de 5 die trokken zich terug. En sindsdien ben ik op zoek naar de laatste 500.000 euro. Als die er niet snel komt, is het einde verhaal voor dit bedrijf. En dat zou zonde zijn voor de toekomst, zegt de ondernemersvereniging van het Bioscience Park. De kracht van het Bioscience Park zijn juist deze start-ups. Daar komen de nieuwe Crucels uit, de nieuwe Janssens, de nieuwe Galapagossen. En nu kunnen we niet voorspellen welk bedrijf dat zal zijn. Ze zijn allemaal kansrijk en veelbelovend en voortkomend uit goede wetenschap en goede ondernemers. MyLife Technologies heeft een beroep gedaan op het noodfonds dat in het leven is geroepen voor de sector. Probleem is alleen dat alle aanvragen voor een lening beoordeeld moeten worden. En dat kost tijd. En krijgen we die niet, dan is het zeer de vraag of ik nog investeerders weet te vinden op tijd voordat ons geld op is. Want de bodem van de schatkist is nu wel in zicht.